Goed ingepakt komt de gloednieuwe vleugelpiano aan. Het instrument kost een dikke 35.000 euro en weegt 350 kilogram. Het pakje veilig en wel via een smalle trap naar beneden krijgen is dan ook niet simpel. Een robot met rupsbanden is plan A, maar de piano komt te hoog. De houten trap is te fragiel en dus wordt het plan B gewoon schuiven. Het was geen sinecure, we hadden nog gedacht de mooie trap hier te gebruiken, maar het is uiteindelijk al schuivend van de trap geworden. Maar ze staat hier toch maar mooi. Eens uitgepakt en aangekleed staat ze inderdaad te blinken, omringd door een heleboel kinderboeken. De piano moet eerst nog gestemd worden, daarna is ze gebruiksklaar. De piano is eigendom van de muziekschool, maar ook leden van de BIEB mogen erop spelen. Onze eigen leerlingen zullen hier onze toonmomentjes komen geven. En eventueel ook juryexamens en andere voorstellingen kunnen opgeluisterd worden voor onze eigen leerlingen. Maar daarnaast kunnen bibliotheekbezoekers ook tijdens de openingsuren komen oefenen op de piano. Als ze naar de balie gaan, kunnen ze daar gratis op vertoon van een kaart komen spelen. Ook lokale verenigingen kunnen de piano in zaal afhuren voor kleine concerten. Toch is het op het eerste gezicht wat vreemd. Een instrument in een ruimte waar het meestal stil moet zijn. Maar daar hebben ze iets op gevonden. We hebben gekozen eerst en vooral voor een heel degelijke akoestische piano, maar een beetje extra geïnvesteerd in een silent modus die ervoor zorgt dat je, ondanks dat de piano heel professioneel blijft aanvoelen om op te spelen, volledig geruisloos kan bespeeld worden, althans voor de omgeving. En de speler zelf kan dan met de koptelefoon een heel rijke, mooie pianoklank hebben. En dat klinkt dan zo. Vrijdagavond zal ze voor een eerste keer in volle glorie te beluisteren zijn. De gemeente organiseert een feestweekend om de piano in te huldigen. Deze vrijdag zullen we starten met een concert van Frederik Sioen, die trouwens uit de buurt is, die is van Zevergem. En die ook bezieler is van het 123 pianoproject in het Gentse en omstreken. Dus dat was een zeer gepaste opener. En dan de zaterdag is er de Verwendag, een open deurdag van de bibliotheek, waarop we dan een vrij podium hebben dat lokaal talent kan komen spelen. Het weekend wordt op zondag afgesloten met een klassiek concert van een piano-zangduo van de muziekschool.